Hey, ik ben Jonas, freestyle sport expert van Alkmaar Sport. En ik loop hier door de Rekerhout. En ik ga calisthenics doen met Jim. Er is hier een speciaal calisthenics park. En dat gaan we even gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. Nou, ik ben Jim Pisone, 18 jaar. Ik beoefen calisthenics nu 3 jaar. En in Park Rekerhout hebben we de perfecte park om ermee te trainen. Calisthenics is eigenlijk een beetje een sport om sterk te worden door middel van je lichaamsgewicht. Dus zonder de gewicht in de sportschool, maar echt door middel van de push-ups en de pull-ups. En dat is vooral de basis. Calisthenics kun je onderverdelen in de statics en de freestyle. De statics zijn vooral de holds zoals een human flag, de grondlegger, backlegger, je moet allemaal op. En heb je ook nog freestyle, dat zijn het draaien, het is een beetje freestyle op de stangen, zeg maar eigenlijk. Nou Jim, wat hebben we nodig om calisthenics te doen? Nou ja, eigenlijk alleen een parkje. We hebben bijvoorbeeld deze lage bar. Het is een prima begin voor een push-up. Dat is voor je borst. Je houdt je armen ter schouderbreedte, iets breder. Je gaat naar de bar toe en je drukt hem uit. Het is eigenlijk een beetje de basis van calisthenics. Sterk worden door middel van je lichaamsgewicht. En dit is dan een borstoefening. Dit zijn hoge dipbars. Hierdoor kan je je chest en je tricep trainen. Ook de basis. Op de bar. Benen een beetje iets naar achter. En naar beneden. En weer omhoog, niet te dip. Nou, dit is een lage optrekstang. Hiermee kan je je rug trainen bijvoorbeeld. Je doet je armen de breedte van je schouders. En je trekt je op. Het kan de eerste keer behoorlijk zwaar zijn. Hoe je dat makkelijk kan doen. Dus bijvoorbeeld eerst even te springen. En dan rustig naar beneden. Gewoon even springen zo. En rustig naar beneden. Zo kan je met je eigen lichaamsgewicht sterk worden. Zonder naar de sportschool te gaan. Nou ja, het tweede deel van calisthenics is dus freestyle. Freestyle zijn trucjes die je door middel van zwaaien doet. Bijvoorbeeld een beginnetje. Is een kleine zwaai en je springt over naar de andere stang, kleine draai, zo kan je een beetje beginnen met spelen hier dan. Nice Jim. Yes, top. Vet man. Hey, ik wil eigenlijk ook wel wat van die trucjes van jou kunnen, want is goed, gaan we doen. Vet. Ja, ja? Nou, goed. Muscle up, zou dat kunnen? Ja, zullen we daarmee beginnen? Ja, laten we doen. Ik zal eerst even laten zien hoe die moet. Dit. En dat doe je door middel van een lichte zwaai. En als je met je benen hier bent, hiervoor, dan gooi je al je gewicht, dus je knieën en je geteelt op, allemaal naar boven. Je wil zo snel mogelijk boven die stang komen. Dus tik, dan ga je omhoog. Tik, omhoog. En dat is eigenlijk het begin van de muscle-up. Top, let's go. Je tikt erin. Met een kleine zwaai. Okay. Je begint met een kleine zwaai. En daar tik je hem in. Als je met je benen voor bent. En tik. En tik. En daar zit je hem in. Oh, ja man, het is zwaar zeg. Lastiger als gedacht hè? Ja. Nou ja. Ik dat nou genoeg man. De basis van de muscle-up is eigenlijk 10 keer op te trekken. Heel netjes. Okay. Dus daar gaan we weer beginnen. Oké. Okay. Let's go. Hopen dat het lukt. Ja, sowieso. Tel jij mee? Ik tel mee. Mooi. 1. 2. Negen, laatste, kom op. 10. Ja. Nou Jim, ik heb een beetje van kunnen proeven, maar... Damn, ik heb nog wat meer spierballen nodig volgens mij. Je merkt hoe heftig het voor me is. Maar het is gewoon wat werk in de winkel. Ja, hoe vaak moet ik hier nou voor oefenen? Wil ik dit nou echt een beetje gaan kunnen? Nou ja, ik doe dit zelf nu al 3 jaar. En daarvoor ga ik ongeveer 2-3 keer per week kom ik naar dit park. En ben ik aan het trainen. Dus je kan het niet binnen 2 dagen. Nee. Nou, had ik natuurlijk stiekem wel gehoopt, maar ik had ook wel verwacht dat het niet mogelijk zou zijn. Precies. Ja. Nou, dankjewel Jim. Geen probleem. Tot in het park in de Rekerhout. Komt goed.